Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Ik ben David Geens en vandaag staan we stil bij klimaatverandering. We hebben twee studiogasten, Jean-Marie de Dekker, onafhankelijk parlementslid, en Marios Bellas, woordvoerder van Extinction Rebellion. In tegenstelling tot onze andere podcasts konden we deze keer beide studiogasten niet samen achter de micro krijgen. Daarom hoort u de twee interviews apart. Eerst hebben we Jean-Marie de Dekker en vervolgens laten we de repliek horen van Marios Bellas van Extinction Rebellion. Geniet ervan. Beste luisteraars, we zitten hier momenteel met onze gast Jean-Marie de Dekker, parlementslid. En we gaan het met hem even hebben over klimaatmaatregelen en hoe daarop gereageerd wordt. Alleszins, welkom Jean-Marie. Bedankt dat je wat tijd hebt vrijgemaakt voor Doorbraak Radio. Ja, graag gedaan. Nu, voor alle duidelijkheid voor onze luisteraars. En als we kijken naar global warming of niet, het is wel voor u duidelijk in welk kamp dat u zit, zeker? Er zijn maar twee kampen, jammer genoeg. Hè. Oftewel ben ik klimaatnegationist, fantastisch woord. Zoals dat je holocaustontkenner bent, ben je klimaatontkenner. Terwijl ben je een echte believer en denk je dat de wereld gaat veraan. Ben je een aanhanger van de klimaatreligie en van het IPCC, het Klimaat Vaticaan. En alles wat gezegd wordt, is bijna bijbelse taal aan het worden. En we hebben zelfs een kleine, laten we zeggen, een kleine Fatima van en toe. Een kleine verschijning in Lourdes gehad, maar het is in Zweden dat ze woont. Dus, en Alma, die geen fanatiek aanhanger is van beide kampen, ja, die wordt dan vlug in een hoekje gezet. En die bent de klimaatontkender. Hoe kun je nu het klimaat ontkennen? Het enige wat ik ontken is de hysterie rond de invloed van de mens op het klimaat. En iedere vraag dat ik daarbij stel, of het nu al van Dieperzeel is, of van om teven welke wetenschappen, daar krijg je een antwoord op. Wat is de invloed, welk percentage is de menselijke invloed op het klimaat? Ik krijg daar nooit een antwoord op. Ik ben in feite heel lang bezig met de theorie daar rond. Ik heb in 2010 nog een boekje geschreven daarover. De aarde warmt op en de geesten verhitten. En het blijkt een beetje de waarheid te zijn, want de geesten zijn blijkbaar aan het vergeten wat dat het klimaat betreft. En ik bestudeer dan ook een beetje alles wat er daarover geschreven wordt, pro en contra. En ik woon je zit hier bij mij ten huize. En u weet waar wij hier vandaag zitten, dat was vroeger een eiland. En het midden van het eiland, dat was Middelkerken. En het oosten van het eiland, dat was Oostende. En het westen, dat was Westende. En waar u nu buiten kijkt, het is jammer genoeg wat donker, maar die lichtjes die je ziet in de verte, dat was het einde van het eiland. En dat noemt mannekensveren. En daar was er een veerdienst naar het platteland, een veerdienst van de mannekes. En dat was mannekensveren. En dan bekijk ik de geschiedenis van in die tijd, dan zeg ik verdorie, in 1304 bijvoorbeeld, waren alle rivieren in Europa uitgedroogd. Het was hier gemiddeld 3 tot 4 graden warmer. In 1539 tot 1542 hongersnoden door de warmte. Al deze toestanden, en dan werd het plots koud vanaf 1560, 1570, en dan krijgen we de Bruegeliaanse schilderijen, dan krijgen we bevriezen van de Theems, krijgen we al die zaken. Dus de temperatuur is verfluctueerd al jaren. De tijd van de Romeinen was het hier zo warm als vandaag, en dan is het langzaam opgewarmd. Dan de warme periode in de middeleeuwen, dan krijgen we de koude periode, het moudermillennium en al die toestanden. Dan zeg ik, verdorie, dan stel ik mij daar vragen bij. En meer doe ik daar niet bij. En dan vraag ik gewoon, wat is het invloed van de CO2? Ik heb de tijd meegemaakt dat in 1972 dat men grote paniek was in de wereld. Hè? Want men dacht dat de ijstijden terug aanbraken. Men heeft toen brieven geschreven dat Nixon was toen president. Wat moeten we doen om de koude tegen te gaan? Men ging toen roet gaan strooien op de Noordpool, zodanig dat de zon meer absorbeerde, niet meer weerkaatste, maar absorbeerd zou worden, zodanig dat het warmer zou worden op aarde. Niet tegenstaande dat CO2-gehalte volgens de metingen, als amper sedert 1850, dat CO2-gehalte altijd langzaam gestegen wordt. En ik stel mij daar gewoon vragen bij, maar het moment dat je daar vragen bij stelt, dan ben je een ongelovige Thomas, dan ben je een negationist. Nee. Ik bestudeer het klimaat. 12.000 jaar geleden kon je van hieruit de voet naar Engeland. Ja,
Dat zijn allemaal periodes geweest. En dan stel ik me daar gewoon vragen mee. Meer doe ik niet. En al die onheilstijdingen heb ik allemaal meegemaakt. Ja, ik heb de bossen zouden verdwijnen. Ik heb het, kent de al de grootste wetenschappelijk manifest, is ook van 1972. Ja, van Rome, dat men zei al de, normaal gezien, de steenkolen zouden opgebruikt zijn in 1880. Ik heb dat allemaal verzameld. We zouden geen petroleum meer hebben in de tijd van Carter. President Carter zei, de petroleum zal opgebruikt zijn. Er is nog nooit zoveel geweest als vandaag. We zouden geen koper niet meer hebben. En al die toestanden, vandaar dat ik doe niet mee. Ik doe niet mee aan die onheilsvoorspellingen. Ik heb nog mijn ark van Noé. Je ziet, ik woon hier aan een kanaal. Ik heb mijn ark nog niet besteld om te vluchten als het water hier verhoogt. Ik heb dat nog niet gedaan. Dat is misschien een goed idee, maar... U gebruikte ook al het woord klimaatreligie. Ja. Denkt u dan, ja, om nu eens helemaal van dat woord af te wijken, dat het geen religie is, maar dat het heel wel overwogen en georchestreerd is? Daar ben ik van overtuigd, dat het meer en meer georchestreerd wordt. Ja, het is een miljardenbusiness geworden. Dus men heeft er alle belang bij om de... Als je iemand kunt schrik aanjagen, dan kun je ermee doen wat je wil. En dit gebeurt. Dit is aan het gebeuren. Dit is aan het gebeuren op onze elektriciteitsvlak bijvoorbeeld. Men stelt zich daar geen vragen meer bij. Men stelt zich geen vragen meer bij het feit, we moeten windmolens bouwen. Was het rendement van de windmolen, daar praat men niet over. Was de kostprijs van de windmolen, daar praat men niet meer over. Men praat gewoon over het feit, de wereld gaat overstromen, de wereld gaat vergaan en alles is toegelaten. En dat is die vorm van religie. En als je kritiek levert, net zoals je vroeger geen kritiek, bijna de inquisitie, hè? Dus ik schrijf heel veel. Ik schrijf artikelen voor KNAK, doe dat al 5 jaar. Iedere week. En als het over het klimaat gaat, krijg ik ze niet meer gepubliceerd. Dan worden de columns effectief geweigerd. Ja, die worden geweigerd. Ik weet het ook op voorhand. Ik zeg, kijk, het gaat over het klimaat, dat weet je. En ik noem mijzelf een klimaatrealist. Ik loop niet mee in de processie van de klimaatreligie. Dat heeft zijn eigen Vaticaan, dat heeft, ik heb het al gezegd, een opperpriesteres. Ja, het is een, en dit gaat zomaar door. En wie een tegenargument... Maar er gaat ook niemand debatteren met mij. Hè? Ik was ooit uitgenodigd, en het was toen nog in Antwerpen. Nu ga ik niet meer naar Antwerpen, want ik heb die stad, zowel als Gent, zeiden dat ze de la-emissiezone ingevoerd hebben. En ik, niet voor basis van mijn auto, maar uit principe. Ik moest nog naar toespraak gaan om de universiteit in Antwerpen. Ik heb gezegd, ik kom niet meer. Ten eerste kun je Antwerpen al niet meer binnen. Ik krijg een auto niet geparkeerd. En ten tweede, principe van die lage emissiezone, ze mogen hun middeleeuwse stad met de omwallingen behouden en met hun tolgeld, dat mogen ze hebben. Zo principieel ben ik. Maar ik moest naar een debat en eerst had men van die percelen uitgenodigd, die komt niet. Het is heel gemakkelijk, debatteer niet tegen de dekken, zegt hij, natuurlijk niet. Men heeft dan, minister Tomlijn was toen van energie, is niet afgekomen. Calvo durfde niet afkomen. Mirjam Almaty kwam niet af. En dan is de fractieleider van het Vlaams parlement, Joska afgekomen. En die bestond niet. Ik meen dit. Maar die hebben geen argument. Ik had altijd hetzelfde over de wereld gaat vergaan en we hebben te veel CO2. Dan stel ik de vraag, ja, 0,04% is CO2 in de lucht. Vormt dat een gordijn om de weerkaatsing van de zon tegen te houden? 0,04%. Terwijl dat we CO2 nodig hebben. We hebben de fotosynthese in de plant, je hebt dat niet zonder CO2. Ja, dat heb je allemaal niet. De adem... Van de plantengroei. De planten zijn op de wereld gekomen toen de CO2-gehalte 10 keer groter was dan vandaag. En ik stel mij dan vragen bij. Ja, misschien ben ik verkeerd, hè? Maar zeg mij dan een keer waar dat ik verkeerd ben. Stelt u zich dan ook vragen bij personen zoals Greta Thunberg en Anouna de Wever? Zijn dat gewoon naïeve tieners die ingespannen worden? Of, Ja, maar ik citeer hier heel graag een oud filosoof en dat is G.L. Curtis. En het is jammer dat ik dat moet zeggen, omdat dat jonge meisje, maar ik doe dat heel dikwijls. Ik zeg, elk heeft recht op een mening. Ook de idioot. Misschien ben ik de idioot. Maar ik heb ook recht op die mening. En die gijs staat daar rond. Ik vind dat een kind van 15 of 16 moet op de schoolbanken zitten. En iets leren over het klimaat. Iets leren over het klimaat. Niet als analfabeet met een bordje aan zitten en medelijden opwelken. En wij hebben het grote gelijk. Je moet je nu weer inbeelden dat een autistisch kind van 16 gaat zeggen tegen de wereldrijders, how dare you? Dat is een puppet on a string van haar ouders en van een bepaalde beweging.
En ja, wat vindt u er dan trouwens van dat het nieuws van vandaag, dat Anouna gaat werken bij de Groene Fractie? Wel, dat bewijst mijn vooroordeel dat puppets om de string zijn van een bepaalde beweging. Dus u denkt dat daar allemaal, ja, dat er anderen in de plek zullen komen die evenzeer opperpriester en opperpriesteressen zullen worden? Tuurlijk, ik ben er 100% van overtuigd. Maar de industrie doet daar, dat is miljardenbusiness, duizenden miljarden. Iedereen doet daaraan mee. Als die nanozelaar van een Timmermans, ja, met de Green Deal van Europa, die praat niet meer over een miljard, hè? Die praten over honderden miljarden. Wel, ja, de kosten van ons welzijn, Hans, ons beschavingsmodel wordt ondermijnd. Het wordt ondermijnd op basis van de angst voor de apocalyps over de grote overstroming die er komt. Is hier al overstroomd geweest, hè? Waar we hier vandaag zijn, is het overstroomd geweest, hè? Je weet hoe het Zwin ontstaan is. De zee is nog tot Brugge gekomen. Ja, dat is op 29 november 1334. Is dat hier overstroomd geweest? Dat was een vloed. De zee heeft zich teruggetrokken. Heeft de Middelkerkenaars gezien, heeft zich teruggetrokken waarschijnlijk. Maar dat is zo. Dat is, Hans, de geschiedenis is zo geweest. Je hebt natuurlijk heel veel klimaatveranderingen doorheen de tijd. En als je dan nu ziet dat men daar inderdaad heel wat doemdenken tegenover zet. En je noemde het al, de New Green Deal van Europa. 1000 miljard euro. Ja. Dat is niet een klein beetje geld, hè? Nee. Dat is een globale verarming van Europa. Wij gaan dat ook doen. Hè. We zijn bezig aan onze zwanenzang met Europa op dat vlak. Hè. En wij organiseren dat zelf. Ik vind Trump een gek, een narcistische gek. Ik meen dat als mens. Hè. Ik denk dat met Trump en Poetin dat de maffia en Erdogan de maffia in de politiek gekomen is. Maar op dat vlak, moet ik toch zeggen, gelukkig hebben we nog Trump die toch een beetje nadenkt. Die zegt, daarin loop ik niet mee. Maar dat is dan ook het enige punt dat ik hem kan toegeven. Vindt u dan dat we zouden moeten meer ingaan tegen de New Green Deal? Natuurlijk moeten we. En zorgen dat met dat geld iets anders wordt gedaan? Ja, maar natuurlijk. Tuurlijk. Dat wij daarmee iets moeten doen, wat moeten wij doen? Ik verhoog hier mijn dijken. Ik leg hier nieuwe duinen aan. Hè? Niet tegenstaande dat ik daar niet in geloof, maar je kunt religie kun je niet tegenaan. En ik doe dit. Ik doe dit wel. Hè? Dus wij investeren 55 miljoen in nieuwe zeedijken in Middelkerk. Dat is niet gering. Nee, dat is niet gering. We zijn ook de enige aan de kust, beste vriend. Jean-Marie de Dekker, de grote klimaatrealist, hè, die niet meer loopt in dat verhaal, zegt, wij gaan hier een nieuwe verduining doen, de beton gaat weg, we gaan hier verduinen om op een natuurlijke manier met de zee om te gaan. Maar je doet het, hè? En wat vindt... ik kan hier vertellen, hè. In 1134 werd het Zwin door een stormvloed zo verbreed dat Brugge een zeehaven werd. Op 29 november 1334 werd het eiland Tisterip met Middelkerken, Westende en Oostende door de Sint-Clemensvloed overstroomd. En achteraf is men begonnen met de inpoldering. De Streep was een schiereiland, zoals ik u gezegd heb, met de veerdienst in Mannekesveren. In 1276 en 1277 was er in Frankrijk hongersnood door de extreem warme zomers. In 1303 en 1304 liep men droogvoets, door de Seine, de Loire, de Rijn en de Donau. In 1393 en 1394 vielen de dieren overal dood neder en verzengden de ingezamelde vruchten. In 1440 was er grote warmte. Gedurende de jaren 1538, 1541 was de hitte zo ongemeen dat bijna alle rivieren in Frankrijk opdroogden. De zomer begon al in februari. En vandaag slaan wij terug in paniek met alle wetenschap dat we hebben, terwijl dat je een beetje geschiedenis leert. En je weet al dat je niet moet panikeren. Maar telkens als u zoiets schrijft, dan wordt u weggezet als inderdaad een negationist. Dat ben ik niet. De Dirk Drouwlandse van deze tijd geven u dan wat lappen rond uw oren. Maar hebt u al ooit effectief antwoord gekregen op de vragen die u stelt? Het is altijd scheldpartij. Het is altijd, het gemakkelijkste. Het gemakkelijkste van iemand zeggen, het is een negationist, het is opgelost. Dan moet je er niet mee debatteren. Dan moet je er niet mee debatteren en dat is de bedoeling. En ik heb dat bestudeerd, ja, kutte. Het Groot Barrière Rif in Australië slinkt nu sterk, maar overleefde volgens Nature Geoscience al 3 keer een doodstrijd. Tussen 17.000 en 10.000 jaar zou het al 3 keer uitgestorven zijn, maar wist het zich evenveel keren te herstellen. Dat is wetenschap, hè. Ik vind dat niet uit, hè. En dan heb je ook op 11 april 1815 de uitbarsting van de Tambora in Indonesië. 1816 werd het jaar zonder zomer.
Zwaveldioxide doet de temperatuur dalen omdat het minder zonlicht toelaat. We leven op een vuurbol. Supervulkaanuitbarstingen gaan door de troposfeer en de atmosfeer tot in de stratosfeer 10 kilometer boven het aardoppervlak, de Krakatoa, de Pinatubo. Napoleon heeft de strijd verloren door die koude zomer. Hè. Het was te nat, hij is nooit op tijd geraakt met zijn kanonnen. En als je dit allemaal... Ik ben er constant mee bezig. En dan zeg ik, waarom zitten wij hier te panikeren? En inderdaad, het wordt een geloof en dan springt de industrie erop. Dat is dan een miljardenbusiness. Zegt een miljardenbusiness, de business van de zonnepanelen, de business van de wind. En men zou nu graag in mijn achtertuin, hier, wat u hier buiten kijkt, dus ik hoor mijn windmolens zetten, 80 windmolens van 235 meter hoog. Dat is 3 keer de hoogte van Belfort van Brugge. Hans, onze natuur, is men aan het verpesten voor stalen kathedraal. Die niks van rendement hebben, hè. En dan moet er 9,6 miljard gascentrales gebouwd om dit allemaal te doen. Daar word je toch gek van? Als je daarover nadenkt, dan word je toch gek van? En dan zijn die mensen dan nog tegen kernenergie. Terwijl dat straks de volgende generaties, dat is thorium, uranium, gaat weg. Straks krijgen we kernfusie. Nee, we moeten de wetenschap stilleggen voor een geloof. Dat is altijd eigen aan een geloof geweest ook. Hè? Of het nu katholiek is, of de islam, of die, dat legt altijd de beschaving stil. Dat is altijd naar het verleden teruggrijpen. Dat is gebeurd zelden met de klimaatreligie. Dat is teruggrijpen naar het verleden. Terwijl men zou moeten bezig zijn met wetenschap. Niet met windmolentjes. Dat is een industrie van de middeleeuwen. Je hebt de windmolentjes in Nederland. Dat is niet ontstaan om graan te malen. Dat is ontstaan om de sloten droog te leggen. Dat was voor de drainering van de sloten, dergelijke meer. Dat is daarvoor ontstaan. En nu, men grijpt daarna terug. Zo gek zijn we. Zo gek zijn we, en ik zal het misschien niet meer meemaken als oude zak, omdat ik niet zal overleven, maar binnen 10 jaar is het kernenergie. Er zijn 340 centrales gepland in. En wij zijn bezig met gascentrales. Waarom? Waarom? Omdat onze intercommunale fluxies en co. geïnvesteerd hebben in gas. Dus moet dat hier gas worden? Gas is 40 keer meer CO2 uitstoten dan kernenergie. Maar wij sluiten onze kerncentrales. Die groenen hebben een slag van de windmolen gehad en wij volgen dat. Hè. Wat vindt u dan van mensen zoals Extinction Rebellion? Die zijn gek. Dat zijn ofwel anarchisten ofwel dat zijn de fascisten van de klimaatreligie. Hey, ik heb het nog over geschreven, een heel stukje. Ik heb een heel klein stuk. Extinction Rebellion wil alle 1,5 miljard fossiel aangedreven voertuigen confisceren, het vlees rantsoeneren en slechts om de 5 jaar mag een familie op vakantie met het vliegtuig. Hun oprichter, de Brit Roger Hallam, beweert dat de holocaust in vergelijking met de klimaatopwarming dikke shit is, zijn zijn eigen woorden, in de menselijke geschiedenis, dat het just another fuckery in human history is en dat de democratie een hinderlijk systeem is om de klimaatdoelen te bereiken. Dat is toch een ecofascist, noem ik dit. Zo in je moet zulk systeem kunnen leven? Nee, vandaar dat ik mij daar ook tegen verzet. Dat zijn hekken, dat is toch gek? Iemand die baas van dat groepje die een slag gekregen heeft van de windmolen, verdoofd is van de CO2, weet ik zelf niet. Die man beweert dat de holocaust in vergelijking met de klimaatopwarming dikke shit is. Ja, iemand die zou zeggen dat die de holocaust ontkenner is, dat is zelfs een holocaust, dat is erger. Dat is nog een belediging voor de holocaust. Op basis van de klimaatopper. Dat is de grote baas van dat clubje klimaatneuzelaars. Dat is toch ondenkbaar? Dat is toch ondenkbaar? En die kerel gaat dan het autosalon binnen, of een van zijn discipelen, ja, en die gaan dan die auto's gaan beschadigen. Die mensen moet je... Vroeger bestond daar gestichten voor. Vroeger werd je daarvoor in de psychiatrie geplaatst. Nu niet. Nu ben je opperpoos van de klimaatreligie. En wat vind je dan dat sommigen zeggen dat de klimaatnegationisten of dat negationisme in die zin eigenlijk al strafbaar zou moeten gesteld worden? Ja, die zijn nog gekker. Je weet dat ik een adept ben van de absolute vrije meningsuiting. Elk heeft recht op de mening, ook de idioot. Ik klasseer dat absoluut bij de idiotie. Ja. Zo ver is dat gekomen. Hè? Dus voor iemand die zegt, verdorie, we zouden toch een keer moeten nadenken over het klimaat, is dat niet up? Hè? Ja, die mensen die zeggen al dat die mensen allemaal moeten opsluiten. Nou, je moet straffen als je dat zegt. Hoe ver zijn we doorgeschoten? Hoe ver zijn we nu eigenlijk doorgeschoten? Ja, je kan daar inderdaad vragen bij beginnen te stellen van het debat wordt op die manier gewoon doodgemaakt. Tuurlijk. Als je een debat niet kunt winnen, dan moet je het doodmaken. Hè? Als je debat niet kunt winnen, dan moet je maken dat anderen zwijgt. En dit is aan het gebeuren. Dat is net hetzelfde. Als je kritiek hebt op de godsdienst of op de islam, ben je islamofoob?
Ben je racist? Ik heb nog nooit gehoord dat je racist kunt zijn om een godsdienst te blameren. En dat is allemaal een beetje hetzelfde verhaal aan het worden, hè? Ja, als je het debat, als je nu zegt, ja, islam is een achterlijke godsdienst, wat het ook is natuurlijk, ja. Ja, dan ben je islamofoob, dan ben je racist, dan ben je beledigd die mensen. Dan krijg je fatwa, net hetzelfde, de groene fatwa. Dat aarde warmt op, ik ontken dat niet. Totaal niet, waarom zou ik dat ontkennen? Klimaatopwarming, moest het afkoelen, kan ik dat ook niet ontkennen. Ik kan het toch niet ontkennen? Maar door de klimaatopwarming, bijvoorbeeld Noordelijk Afrika, is een zegen voor Noordelijk Afrika. Veel meer regen en zo. Ze zegen, hè, maar Zuidelijk Afrika is droger aan het worden. Wanneer gaan we Jean-Marie de Dekker in een elektrische wagen zien? Ja, als ze verder kan rijden dan van hier naar mijn schoonmoeder. Een elektrische wagen, waarom verkoopt hij het niet? Het stekkerautootje, ik heb de kortsluiting met het stekkerautootje. Een briefje geschreven. Als je ermee op vakantie... Mag ik even voorlezen? Ja, doe het gerust. De actieradius van een doorsnee stekkerautootje is voor een heen- en retourtje tussen Brussel en de kust kan ze niet overleven zonder halve dag aan de laadpaal te hangen. Het kost hem geen slok op een borrel meer om er eentje aan te schaffen, maar het kost een heel glas. Zolang de oplaadcapaciteit van de batterij niet verhoogt, blijft het een boodschappenkarretje voor de stadsmussen of een hebbedingetje als tweede wagen voor de welgestelde plebeiers. Als je ermee op skivakantie wilt, is de sneeuw al gesmolten voor alleen je er bent, daardoor rijden er hier maar eens 10.000 rond. Een hybride wagen is bedrog, het is een loodzware bak met twee motoren, rijdt amper enkele kilometers op elektriciteit en de rest op benzine. Onze elektriciteitsprijs is nu al een van de hoogste van Europa en straks komt de Gulse overheid wel haar gram halen als de accijnzen op fossiele brandstoffen zullen verminderen door het slinken van het aantal gebruikers. Dus dan moest het stekkerautootje goed zijn, dat is niet goed. Komt er nergens mee. De actieradius, als ik daarmee naar Brussel rijd, van hieruit, ja, dan moet ik hem een halve dag opladen vooraleer dat ik ermee terugkeer. Ten tweede zeg ik ook niet, occasie niks waard, hè. Met een 5 jaar die batterij is plat, oftewel zeg ik tegen daar een nieuwe batterij in, dat is de helft van de prijs van die auto. Dat is, voorlopig is dit bedrog. Alles mag van mij op elektriciteit, ik heb daar geen enkel probleem mee. Waarmee ga je hem opladen? Met kernenergie, met gas, met fossiele brandstoffen. Want daarmee maak je nog altijd elektriciteit, hè. Je kan toch moeilijk een windmolletje op de kapot van dat wagentje gaan zetten. En er zal wel een beetje met die zonnepaneeltjes kunnen rijden, maar niet s'avonds, want dan heb je die zonnepaneeltjes niet. Zolang dat de capaciteit van batterijen en zo gebaseerd is op lithium en dergelijke meer, dan kom je er niet, hè. Dus de enige elektrische wagen waar dat we de burgemeester van Middelkerken snel gaan inzien in zijn golfkarretje doorheen uw gemeente. Nee, ik speel geen golf. Kleiner de bal, hoe groter de kwal. Wel, dat vind ik een mooie afsluiter voor dit interview. Meneer De Dekker, heel hartelijk dank voor uw toelichting op uw visie. En beste luisteraars, we hopen dat u hier ook van genoten hebt. Dank je wel en graag tot een volgende keer. En dan kunnen we nu luisteren naar de repliek van Marios Bellas, woordvoerder van Extinction Rebellion in België. Beste luisteraars, we hebben hier bij ons Marios Bellas, woordvoerder van Extinction Rebellion. Welkom Marios, heel fijn dat u tijd voor ons hebt vrijgemaakt. Met heel veel plezier. Ik heb een vraag voor je om wat beter te snappen wat jullie eigenlijk willen bereiken. En dat is dan, ja, wat is het doel van Extinction Rebellion? Kan je ons dat even uitleggen? Ja, eigenlijk is de beweging... Het is opgericht in het Verenigd Koninkrijk en eigenlijk gebaseerd op drie eisen. En die drie eisen zijn complementair, zou je kunnen zeggen. De eerste eis is dat onze regeringen de waarheid spreken over de omvang van de klimaatcrisis. Voor de mensen die ons niet kennen, we zijn dus een klimaatbeweging. En de klimaatnoodtoestand uitroepen. Dus dat is eigenlijk een hele symbolische daad waarmee overheden zeggen, dit is serieus en dit is niet zomaar serieus, dit is een noodtoestand en we moeten alles in het werk stellen om hier iets aan te doen. En het spreek de waarheid deel daarvan gaat er dus over dat we structureel een discussie voeren die op feiten gebaseerd is. Dus dat is eis 1. De tweede eis... is een beetje verschillend per nationale groep. We zijn een gedecentraliseerde beweging waarin mensen hun eigen beslissingen kunnen nemen. En in België is dat het in de grond laten van fossiele brandstoffen en het stoppen met importeren van fossiele brandstoffen tegen 2025.
Dus dat is iets heel concreets. En de derde eis is dat we zeggen, hey, die overheden en het politieke systeem is eigenlijk niet op ingericht op dit moment om de veranderingen te maken die nodig zijn. Dus we vragen ze dat te erkennen en de beslissingsbevoegdheid over te dragen aan een burgerforum. En dat betekent een groep mensen die is geloot uit de samenleving, alle hoeken van de samenleving representeert, zowel als het gaat om leeftijd als om sociale achtergrond enzovoort. En dat die groep mensen geadviseerd wordt door allerlei experts uit verschillende hoeken en dan de beslissingen maakt. En dat start eigenlijk vanuit het idee, mensen weten eigenlijk heel goed wat goed voor hen is en goed is voor hun gemeenschap. En ze kunnen onafhankelijk van politieke partijen kunnen ze beslissingen maken. Terwijl je heel vaak in de partijpolitiek ziet dat er allerlei andere belangen bij komen kijken. Lobbygroepen, het bedrijfsleven enzovoort. En zelfs dat politici die soms de juiste beslissingen willen maken, dat niet kunnen omdat ze aan een of andere partijkoers gebonden zijn. Dus dat is de derde eis. Dus dat gaat om een democratische hervorming. En daar rond is onze hele strategie gebaseerd. En de strategie die we daarbij inzetten is burgerlijke ongehoorzaamheid. Dat wil zeggen het moedwillig breken van de wet om die dingen af te dwingen. En nou ja, sommige mensen zullen het wel gezien hebben. Hier in Brussel hebben we dat soort burgervergaderingen gehouden in de straten. En dan word je daarvoor opgepakt omdat het publieke ordeverstoring is. En dan genereert dat natuurlijk heel veel media-aandacht. En zo brengen we die discussie eigenlijk op gang. Dus in het kort is dat waar we mee bezig zijn. Als ik even inpik op het tweede wat u daar zei, van stoppen met de import van fossiele brandstoffen tegen 2025. Wat is dan volgens jullie het alternatief? Want dat is al wel heel dichtbij. Van, zijn er studies die aangeven wat de andere mogelijkheden dan zijn? Uiteraard is er natuurlijk een enorme wetenschap rond het klimaatprobleem. Ik of wij als beweging zijn het niet om die oplossingen te bieden, want dan zou je eigenlijk een nieuwe machtsvorm krijgen. Dan krijg je een nieuwe groep mensen die dan voor de rest gaat bepalen wat goed en slecht is. Daar zijn we nederig genoeg voor om dat niet te pretenderen. Ik bedoel, ik weet niet wat goed is voor iedereen en niemand in onze beweging weet dat. Dus we zeggen, laat de mensen zelf met de oplossingen komen. Laat de mensen zelf geadviseerd worden door die experts uit alle hoeken van de samenleving en dan hun eigen beslissingen maken vanuit de kennis die zij hebben. En dus niet alleen academici of hoogopgeleide politici, maar ook een bakker, een slager, een dokter, een verpleegkundige enzovoort. Dus dat alle groepen in de samenleving vertegenwoordigd zijn en dat we tot oplossingen komen die ook niet van bovenaf zijn opgelegd, maar waar een breed draagvlak is vanuit de bevolking zelf. Dus ik kan niet helemaal antwoord geven op uw vraag, omdat het niet ons doel is om die oplossing aan te dragen. Is het dan, ik las toch ook dat jullie zeggen van oké, we willen een systeemverandering. Dus jullie hopen van daarvoor 3,5% van de bevolking te bereiken. Nu, 3,5% van de bevolking, dat lijkt me een hele kleine minderheid. Is dat dan niet te weinig om een systeemverandering te bereiken? Het gaat in principe niet om dat die 3,5% van de bevolking achter een bepaalde maatregel gaat staan natuurlijk. Het gaat erom dat we zeggen, als je een democratische hervorming wil, dan heb je een grote groep mensen nodig die dat afdwingt. En uit de historische context blijkt dat als je 3,5% van de bevolking mobiliseert, dat voor overheden niet te negeren meer valt. Daarmee zeggen we niet, die 3,5% moet dan de macht krijgen natuurlijk, absoluut niet. We zeggen, we willen die democratische hervorming, zodat mensen hun eigen beslissingen weer kunnen gaan maken. Omdat je eigenlijk zowel op links als op rechts een heel groot wantrouwen naar de politiek ziet. Hè? Een heel groot anti-elite, anti-establishment gevoel, wat volgens mij aan alle kanten van het politieke spectrum er is. Er zijn allerlei verschillende reacties daarop, op dat wantrouwen, verschillende oplossingen. En wat wij zeggen is eigenlijk, breng al die mensen nu eens in een ruimte. Ga voorbij die partijpolitiek en die politieke spelletjes die daarbij horen. En geef mensen daadwerkelijke macht. Want één keer in de 4 jaar of 5 jaar een bolletje inkleuren,
En dan alle zeggenschap overdragen. Dat is een beetje een achterhaalde politiek, zou ik dan zeggen. Dus op dat punt zijn jullie eigenlijk wel een heel stuk anti-establishment. Want ja, we leven wel in een democratie, maar jullie willen het toch alleszins wat klimaat betreft dan opnieuw dichter bij de burger brengen. Ik weet niet of anti-establishment hetzelfde is als meer democratie. Hè? Wat wel een feit is dat op dit moment het politieke systeem zo is ingericht dat mensen hun politieke en democratische recht niet genoeg kunnen uitoefenen om met zulke grote problemen om te gaan. En de klimaatcrisis waar we nu in zitten is een problematiek die we niet kennen uit de politieke geschiedenis. We weten niet hoe we met zulke dingen moeten omgaan. Dus het zou ook raar zijn om op een oud systeem te bouwen en te vertrouwen voor oplossingen. We willen inderdaad meer democratische rechten voor de gewone burger, om het zo te zeggen. En u vermeldde het zelf al, dat u dat doet aan de hand van burgerlijke ongehoorzaamheid. Nu, dat kan natuurlijk ook mensen op de zenuwen gaan werken, want bij de acties die jullie al gedaan hebben, dan zie je toch wel dat het gaat om zaken zoals het blokkeren van kruispunten, vastketenen voor gebouwen. Ja, daar ga je natuurlijk ook mensen mee gaan voor of tegen de borst stuiten. Van, zijn jullie dan niet bang om het tegenovergestelde effect te gaan bereiken? Nee. Nee, want die 3,5% waar u het eerder over had, is eigenlijk daarop gericht. Je kunt natuurlijk een kleine groep mensen die 20 minuten later op het werk zijn of om de een of andere reden er niet door kunnen of geïrriteerd raken door zo'n actie. Je kunt niet iedereen mee hebben, maar als je 3,5% van de bevolking mee hebt, dan kun je dat te werk stellen. En dat is uit een hele grote historische context en allerlei acties van burgerlijke ongehoorzaamheid in de geschiedenis gebleken. Nu, onze acties zijn niet gericht om de gewone burger te frustreren. Het is niet zo dat wij zeggen, oh, bijvoorbeeld de autosalon, de laatste actie, waar natuurlijk veel media aandacht voor is geweest. Het is niet onze bedoeling om te zeggen, hey, u die daar op de autosalon komt, u zit fout, want u koopt een auto en u bent slecht. Dat is helemaal niet het punt. Het gaat er dan om van, hey, we stellen een groter probleem aan de kaak. De autosalon die zegt dat ze voor groene oplossingen zijn, maar ze partneren met Shell, terwijl Shell een van de top 10 vervuilers is in de afgelopen 40 jaar. En een van de vervuilers die al een rapport heeft uitgebracht 40 jaar geleden, die de rampen die er nu zijn hebben voorspeld. Dus we willen die hypocrisie op zo'n moment aankaarten. En hetzelfde geldt voor als we een overheid aanklagen of als we een bepaald ander bedrijf aanklagen. Het gaat nooit richting de burger of de persoon die daar aanwezig is, want die zitten ook in dat systeem. En niemand kan perfect leven in dit systeem en die samenleving waar we in zitten. We moeten ook niet verwachten dat het van individuen gaat komen om dat probleem op te lossen. Dat zou bizar zijn. En we hebben een aantal waarde binnen Extinction Rebellion. En één daarvan is no blaming and shaming. Dus niet één iemand eruit pikken en dan zeggen, u bent het probleem of u bent het probleem. Nee, we gaan voor een systeemverandering en een holistische aanpak. Willen jullie dan voortaan meer betrokken zijn bij het debat? Willen jullie de kans krijgen om mensen die zeggen dat het allemaal niet zo erg is met het klimaat gaan bewijzen dat ze ongelijk hebben aan de hand van feitenmateriaal of cijfermateriaal? Of is dat ook, zoals u al eerder aangaf, eerder de taak van anderen en is het enkel jullie taak om aandacht te trekken op het klimaatprobleem? Ik denk dat de aandacht er is. Wat je hebt gezien met de schoolstakingen van het afgelopen jaar. Het zit echt wel in het publieke bewustzijn. En de groep met zo diehard klimaatontkenners. Mensen die zeggen er is niks aan de hand en het is altijd zo geweest. En weet ik wat. Dat is nog maar een heel klein groepje mensen. Dat zijn mensen die niet de wetenschap en de realiteit in de ogen willen kijken. Wij gaan niet een debat aan met niemand over de realiteit van die crisis. Als je even om je heen kijkt in het nieuws, dan
denk ik dat dat vrij helder is. Dus we zijn niet om te discussiëren over hoe het is of niet. Waar we wel voor zijn, is om te zorgen dat de oplossingen vanuit de bevolking zelf komen, niet iets van hogerop. En wij willen dat in gang steken, want aandacht is één ding, maar er moet natuurlijk ook actie en hele grote en omvangrijke actie plaatsvinden in de komende jaren. En op dit moment gaat dat niet snel genoeg. En waarom gaat dat niet snel genoeg? Omdat links komt met een bepaalde maatregel. Rechts zegt, ja, maar jullie zijn links, dus wij zijn tegen. Soms komt rechts met een bepaalde maatregel. Dan zegt links, ja, maar jullie zijn onze tegenstanders, dus wij gaan niet akkoord. En dan krijg je zo'n polemiek die, denk ik, op heel veel thema's totaal onnodig is. Want ik denk dat over heel veel dingen het eens zouden kunnen worden. Dus onze rol is daarin niet om te zeggen, hey, dit zijn de problemen en jullie moeten dat nu allemaal gaan erkennen. Ik denk dat het breed erkend is en dat we nu samen aan oplossingen moeten werken. En dat kan alleen als de mensen zelf de beslissingen kunnen gaan nemen. Dus dat kan ik ook alleen maar benadrukken. Het is misschien een vervelende vraag, maar ik moet ze zeker stellen. Een van de oprichters, en u zal wel weten welke vraag dat ik al bedoel, een van de oprichters van jullie beweging, Roger Hallam, die zei van, als een samenleving zo amoreel handelt, wordt democratie irrelevant. Dat lijkt me dan zo haaks te staan op wat het u nu allemaal vertelt. Ja, ten eerste, ik bedoel, Roger Hallam is een van de medeoprichters van Extinction Rebellion en een van de woordvoerders. Hij heeft overigens nu afstand genomen voor een tijd, omdat hij meerdere keren in de media is gekomen met vrij provocerende uitspraken, zullen we maar zeggen. Maar twee dingen zijn belangrijk. Eén is om te vermelden dat we een gedecentraliseerde beweging zijn. En België maakt daarin dus zijn eigen beslissingen. En twee, wat Roger Hallam op dat moment bedoelde, is niet democratie in de kern van het woord, maar de democratie zoals die op dit moment is ingericht. En wat je ziet is dat natuurlijk heel veel mensen moeten leven met hele grote beslissingen die gemaakt worden door de politiek, waar ze het niet mee eens zijn. Er lijkt soms bijna een 50-50. Als je kijkt in Engeland bijvoorbeeld met de Brexit, dan zie je een soort 50-50 van mensen die wel of niet willen. En dan valt het de ene kant op, is de ene helft ongelukkig, valt het de andere kant op, is de andere helft ongelukkig. En als het gaat om zo'n klimaatprobleem, dan kun je niet op zo'n soort politiek vertrouwen om met een oplossing te komen die voor beide helften satisfying is. Zeg je dat? Dus moet je een andere vorm vinden. En die andere vorm van consensus vinden, dat is er een waarin je voorbij dat dialectische denken gaat en alle input van alle verschillende kanten waardeert en probeert te komen tot iets wat breed gedragen is en wat niet aan een politieke kleur verbonden is. En daarom is ons statement ook beyond politics. Daarmee bedoelen we niet, we doen niet aan politiek in de essentie van het woord politiek. We bedoelen daarmee, we doen niet aan partijpolitiek. We doen niet mee aan het politieke systeem zoals het nu is. We hebben geen ambities om een politieke partij te worden of iets dergelijks. Of om met kant-en-klare oplossingen te komen. Dus voilà. Duidelijk. Marios, dank je wel dat je dit allemaal even wilde toelichten voor onze podcast. We hopen, beste luisteraars, dat jullie ook kunnen bijleren uit alles wat de Extinction Rebellion hier naar voren heeft gebracht. En Marios, we zullen je opnieuw contacteren wanneer er nieuwe ontwikkelingen voordoen. Dank je wel en tot een volgende keer. Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be/radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify. Bezoek ook onze website op doorbraak.be en steun ons door een vriend te worden van Doorbraak.